kwajongen zijn het waarschijnlijk die een andere invulling geven aan de gastvrijheid van de voetbalclub. Tot 4 keer aan toe zijn ze 's nachts via het hek binnengekomen. De eerste keer denk je, ah joh, hier is niks te halen. De tweede keer denk je van, krijg nou wat. Het lijkt erop dat het dezelfde mensen zijn. Wat moeten ze hier? En de derde keer hebben ze heel erg veel vernieuwd. De kast. En de deur, de binnendeur. Ze hebben de deuren gewoon uitgebroken, want hij zit nog op slot, op het hangslot. En ze hadden hier dus alles uitgegooid, alles over de grond, snoepzakjes open. Omdat het een kleine voetbalclub is, komt de schade van duizenden euro's extra hard aan. Financieel is dit gewoon een aderlating. Je moet gaan beveiligen en dus we hebben hier een schade van duizenden euro's. En beveiligen kost ook heel veel geld en dat kun je als kleine club eigenlijk gewoon niet dragen. De club is ook een stuk leefbaarheid hier in het dorp. De jeugd kan heel dichtbij sporten. Die kan elke week zijn spelletje spelen. Die kan elke week trainen. We hebben veel vrijwilligers. We hebben elk jaar een vrijwilligersfeest. Dat is een beetje smeerolie voor de samenleving. De voetbalclub geeft niet op en nodigt de inbrekers vooral uit om overdag eens langs te komen en niet 's nachts. Nee, je moet hier overdag komen. 's nachts, we hebben kleine voorraden. Het gaat nergens over. Geld is hier nooit in kas. Wat zoek je hier? Kom overdag, joh. Kom gezellig sporten.